Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe video op dit kanaal. Zoals jullie misschien wel weten speel ik iedere zaterdag en maandagavond live games op twitch.tv/Rickachu. En dat levert soms hilarische momenten op. Dit is een clipcompilatie van de afgelopen maand. Doe even je duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan beginnen we met Luigi's Mansion 3. Ik ben die game daar opnieuw aan het spelen en dit is ergens in het begin. En we begonnen echt heel goed. Rennen! Rennen! Sprinten! Niet vallen, vriend! Kijk hoe die rent. Dat is zo grappig. Oh, nee! Ik ben dood. Het is... Oké. Uitgespeeld. Jongens, we hebben uitgespeeld. Het is klaar. Afgelopen? Nee, dat ging dus niet heel lekker. Maar ik speelde ook Animal Crossing. En dit is toch wel een van mijn favoriete villagers. Ketchup is zo cool. Ketchup is zeker wel top tier villager. Ik ben super hard bezig om de ketchup wereld van mijn brein naar dit huis te verplaatsen. Dat staartje ook, bizar. Oh, en Bladders geeft ons ook nog even een biologielesje. Informatie over de vlieg. De vieze vlieg is een onrustbarend wezen. Hij proeft zijn eten namelijk met zijn poten. Oehoe, het is heus. Wanneer vliegen hun pootjes samenwrijven, maken ze hun smaakreceptoren schoon. En wist je al dat hun harige tenen een kleverig spul afgeven om mee op het plafond te kunnen lopen? Nou, jullie hebben weer wat geleerd tijdens deze stream, hè? Er moet altijd een educatief momentje in zitten. Maar waar we deze maand het meest mee gelachen hebben, is Super Mario 3D World. Ik speel die game hier op YouTube, maar ook op Twitch. En hier speel ik hem alleen, maar op Twitch speel ik hem met drie anderen. Met Samantha, met Esmee en met Jeremy. En kijk maar even mee naar deze clips. Waarschijnlijk ga je de naam van Jer heel vaak horen. Let's go, Jer. Op de muur. Op de muur. Op de muur. Op de muur. Snel, snel, snel. Pak die... Oh, Jer, wat doe je nou? Wat doe je? Waarom spring je? Shit. Wow. Ja, dat is waar. Oh, nee. Ja. Ik kan ook die wolk niet opkomen, jongen. Luigi aan de top, het is een grote flop. Luigi aan de top. Dit is niet goed, hè? Jij gaat zeker 50 plus stemmen. Zo snel zijn jouw reflexen, volgens mij. Of lijst Henk Krol. Misschien moet iemand... Luigi, jij kan springen. Misschien moet jij wel naar die ster springen dan. Met een hoge sprong. Wat zit je nou? Bibberen van angst. Oh. Laat me los. Laat me los. Kom terug. GoPro. En... We moeten alleen nog hoog in de toren. Ja, hallo. Oh. Toad. Doe eens normaal. Wacht even. Wacht even. Ik sta even stil. Ik sta stil. Toad, jongen. Die is, zit aan de speed of zo, volgens mij. Jemig. Ja, ik heb er gewoon zin in. Ja. Toad moet eigenlijk gewoon zo'n hoofd hebben. Ah, dat is een beetje... Dat matcht meer met zijn personality, volgens mij. Hebben we de vlog? It's a me, Mario. It's a me, Luigi. It's a me, Luigi. Hij heeft een moustache. Luigi. Oh, je kan die wolk ook gewoon slopen, joh. Nee! Jezus. Hey, deze kan in de categorie Jeremy, hoor. Ja, eerlijk. Ik ben blij, want ik sta er niet. Oh shit. Oh shit. Oh. 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 Die heb je best mooi. Ja, ik ben. Nee, ik leef toch nog, maar pam pam poem. Ik zat gewoon te chillen daar op dat andere stukje, jongen. En waarom ben ik dan dood? Vuurbloem is zo chill. Pound hem. Ja, toch. Ja. We gaan ook gelijk door. Chat, stempel! Oh, stempel. Oh! Kort zet een stempel! Ja! Ja! Lekker! Jongens! Ja! Ik ben trots op jullie! We did it! Let's go!
dit is toch echt ongelooflijk, hoor. Oh, ik heb nog overleefd. Hoe dan? Oh, je moet veel langer waarschijnlijk slingeren, ja. Nee! Nee! Oh, shit! Epic save! Heel ziek. Ja, dat is super grappig. We moeten alleen nog het allerlaatste level. Maar ik speel natuurlijk niet alleen maar Super Mario 3D World. We hebben ook Crash Bandicoot gespeeld voor de PlayStation 5. Dat ging ook al zo goed. Oké, okay, let's go. Let's go. Checkpointje. Nee! Wat de hel was dat voor een sprong? Als je alleen Nintendo Switch hebt, dan zou je deze ook... Ah, kramp in mijn kuit! Ah, frick! Ah. Ik ben... Auw! En af en toe hebben we ook nog wel eens hele wijze quotes. Luister naar deze Rick 2021 quote. Maar nu, jongens, nu gaan we echt winnen. Echt. En als we niet echt gaan winnen... hebben we niet gewonnen. Oh, en er waren ook mensen die wilden de Rage emote terug. Maar dat wil ik helemaal niet. Want willen jullie dat zo graag, dat ik rage? Dit is een vrolijk kanaaltje. Het is hier altijd fun stuff. Het is hier niet rageable. Ik wil geen Fall Guys meer spelen, omdat ik rage. Ik wil dat niet. Ja, dat kun je wel zien. Dat is Julia. En dat rijmt ook nog op elkaar. En dit is een epische lied. It's my daily job. I'm a professional singer, you know. I'm a professional singer from the UK. And I sing birthday songs every day. Whenever I want to. And now I'm going back to American, I guess. Or it's some kind of mix, or I don't know. I ga me keine Ahnung. Nieuwe zangcarrière, ja joh. Volgende week ben ik ook bij X-Factor Idols. Ja jongens, dat waren ze. De clippies van de afgelopen weken. Ik zou zeggen, kom ook gezellig kijken op twitch.tv/Rickachu. Clip de leukste momenten en misschien komt hij wel in de compilatie hier op YouTube. Zo, heb je heel deze video uitgekeken? Lekker man. Dan hoef je nog maar een paar dingen te doen. Duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneren als je dat ook nog niet gedaan hebt. En even belletje aanzetten voor je meldingen. Want dan weet je precies wanneer er een nieuwe video online komt. En dan hoef ik nu nog maar één ding te doen. En dat is het volgende te zeggen. Mazzel!